enerzijds is het heel, heel grappig kan het zijn. Je hoort het heel vaak in takefilms of reclames. Dan hoor je van die geluidseffectjes. Als iemand op de grond valt, dan hoor je ook... Weet je, dan zie je van die sterretjes en zo. Kijk, hier buitenom zit het frame. En dat kan per mondhaal verschillen. En dit is de tong. Dat is een soort van vibrerend klokkenstaal veertje. Waar je aan kunt plukken. En van de zijkant lijkt het een beetje op een L. Met een krulletje hier onderaan. En dat is eigenlijk een beetje een grapje. Hij speelt voor geen meter. Maar ik heb hem ooit gekregen van een mondhaapmaker. De eerste keer dat ik daarmee solo heb opgetreden, is ook een hele ervaring. Want je staat dan namelijk met zo'n klein koffertje een beetje te rommelen. En mensen zitten in spanning te wachten van wat gaat die gast nou doen. Er zijn wel wat bekende nummers waar het in zit. Je hebt Red Hot Chili Peppers. Give It Away Now, en dat nummer zit ook ergens in een accentje. Dus het enige wat je hoort is... Dat is geen gitaartje, dat is een mondharp. Ik heb al een paar favorieten. Heel vaak zijn het net nieuwe die je net aan het verkennen bent. Dus bijvoorbeeld deze, die is heel, heel mooi krachtig. Een heel mooie stevige warme sound. En dan kun je even kijken, heel percussief op spelen. Als je in de trein zit, in de derde klas coupé zitten, daar heb je gewoon minst last van, of andere mensen hebben minst last van jou als je daar geluid zit te maken. Dus dan zit ik daar een beetje te oefenen met keelzang of een beetje mondhap te spelen. En dan gaat opeens de deur open en dan. En dan ga ik weer verder. Dus dat is wel handig. Dat kun je met een elektrische gitaar natuurlijk niet doen.